Zoals je misschien wel achter mij kunt zien, staan we bij Intermezzo, het restaurant op Acropolis. En vandaag gaan we op bezoek bij Jelle van de Keuken en Dennis van Facitair Bedrijf. En eigenlijk is het zo dat elke dag een heleboel van de collega's, maar ook van onze cliënten, gebruik maken van de diensten van Jelle en Dennis. En daarom is het zo leuk om vandaag eens even een echt letterlijk kijkje in de keuken bij deze heren te nemen. Zo, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hey Jelle, jij werkt al 28 jaar bij Humanitas. Ja man, lang hè. Zo, wat betekent Humanitas inmiddels voor jou? Ja, Humanitas is gewoon, het voelt als familie. Ik weet nog dat ik kwam solliciteren hier en ik zeg, hou er maar rekening mee dat ik niet langer dan een jaar blijf. Nou, je ziet het, we zitten tussen 28 jaar verder en ik ben er nog. Dus ik zou me geen raad weten als ik geen werk meer hier zou hebben. En Jelle, in de afgelopen 3 jaar heb jij leiding gegeven aan de keuken. Ja. Hoeveel cliënten bedienen we eigenlijk elke dag? Ik denk dat we gauw naar de 1500-1600 maaltijden op een dag gaan. Zo, jeetje. Dus dat is best aardig. Dat is flink doorkoken. Ja. Nou zijn we altijd tegen de stroom in. Desondanks gaan we toch ook afscheid nemen van de keuken. Heel spijtig. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, ten eerste dat het heel erg aan mijn hart gaat. Ik had altijd gehoopt dat ik nog een nieuwe keuken mocht neerzetten hier. 3 jaar geleden toen ik het stokje overnam, toen werd me al gezegd van joh Jel, houd de boel draaiende. Want we zijn echt aan het kijken om het te outsourcen. En uiteindelijk een aantal maanden geleden kwam er dus een partij en die wilde en zowel de keuken als het personeel overnemen. Nou, dat was natuurlijk eigenlijk een beetje een jubelstemming voor ons, want dat was natuurlijk geweldig, omdat iedereen dan de garantie van werk heeft. Precies. En wat betekent dat voor de dienstverlening, Jelle? Nou, die gaat eigenlijk als het goed is beter worden. Omdat we met 1 partij gaan samenwerken. En buiten dat wordt ook het assortiment wordt weer vergroot. Ja. Hey, en wat gaan dan de collega's en de bewoners op de afdeling merken? Voor de gastvrouwen wordt het een stuk makkelijker. Buiten dat krijgen ze dan ook nog een budget tool. En dan kunnen ze er zelf helemaal mee spelen. En dat lijkt mij geweldig. Nou Dennis, we hebben net met Jelle gesproken over de centrale keuken. Nou, ja. Jij bent manager van de facilitaire dienst. Zou je eens aan de collega's kunnen vertellen waar ze eigenlijk jouw mensen van zouden kunnen kennen in de organisatie? Nou ja, onder andere van dit. En waar je ons van kent is van wij zorgen dat er wordt schoongemaakt, wij zorgen dat hier wordt gekookt. Wij zorgen dat de lampen het doen, wij zorgen dat het lekker warm is in de winter. Voorts ken je ons van de logistiek. Wat heel erg belangrijk en leuk is om te vertellen is dat wij in de afgelopen maanden, ik denk wel zo'n 500.000 aan persoonlijke beschermingsmiddelen hebben rondgebracht door de hele stichting. Ja, dat was iets wat we helemaal niet gewend waren, dat hebben we opgezet. En zo zie je ook dat die dynamiek van de facitaire dienst heel erg groot is. En dat er hele betrokken mensen bij zitten die, op z'n Rotterdams, die poetsen maar lullen, volgens mij is dat het spreekwoord. In ieder geval met volle kracht vooruit. En daar ken je ons van. Maar ook van het KCC, dat mag ik niet vergeten. Dat is klantcontactcenter. En de servicecentrale. Ook in de coronacrisis heeft jouw team natuurlijk ontzettend de benen uit het lijf gerend. Om te zorgen dat op de zorgafdelingen alles door kon. En ik denk dat de collega's daar ook een groot compliment voor verdienen. Ja, zeker. Wij zijn een soort van stille kracht binnen de organisatie. Ja. En dan hebben we ook daadwerkelijk in de frontlinie ook gestaan. De schoonmakers, de mensen van de logistiek die de afdelingen op moesten en de PBN's moesten verzorgen. Dus echt chapeau en dikke pluim. Zeker. Dennis, welke ontwikkelingen staan er op stapel binnen de facilitaire dienst? De uitdaging vorig jaar was om eigenlijk de facilitaire dienstverlening weer op te bouwen, weer body te geven. En dan moet je denken aan het versterken van de interne organisatie, dus een inkoper erbij. We hebben een technische coördinator erbij, de keuken, die overgaat naar een partner. Ontwikkeling in de restaurants. En de coronacrisis, dat geeft nog steeds best wel een hele grote uitdaging aan de FD. Nou Dennis, volgende keer ga ik weer bij een andere collega op bezoek. Aan wie zou jij graag het stokje willen overdragen? Nou, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar, en dat is naar aanleiding van de coronacrisis en de balactie, et cetera.
wat de handen van Humanitas doet. En dat wordt door een van mijn dierbare collega's wordt dat gerund, onder andere gerund. En dat is Nico van Daan. Wat zei ik? Niet lullen, maar poetsen? Ja, niet poetsen, maar lullen. Ja, ja. Ah, die staat erop en die is voor de bloopers, zeg maar. Ja, maar die mag er ook wel op, hoor. Dat is toch gewoon spontaan. Ja.